Als een lelijke puist ontsieren de lege EHAT-hallen het straatbeeld rondom de Engelse Weg. Afgelopen week ontstond er zelfs een flinke brand in het kantoor naast de EHAT-hallen. Het kantoor werd volledig verwoest en wordt samen met de EHAT-hallen zeer binnenkort gesloopt. Wat is zeer binnenkort en wat is de gemeente concreet van plan met deze belangrijke plek? We gaan de EHAT-hallen binnenkort slopen. Binnenkort is binnen enkele weken. We hebben er al voor de kerst, ver voor de kerst, een besluit over genomen dat de hallen gesloopt moesten worden. Ook een beetje het beeld al van kerstvakantie, vuurwerk. Je weet nooit wat er kan gebeuren in die hallen. Nou, en Helmond heeft het gezien wat er gebeurd is. Het is uiteindelijk toch met een brand voor een deel verwoest. Dus binnenkort betekent binnen enkele weken gaan we het ook doen. Nou, de volgende vraag is dan inderdaad van wat gaat er gebeuren op het terrein? Hè? De hallen worden gesloopt, dan ligt het braak. Ik denk dat het voorlopig even inzaaien met gas, want voordat je een nieuwe ontwikkeling echt op gang brengt, ben je even bezig. Maar wat gaat er dan na dat grasperiode verhaal gebeuren? Nou, de bedoeling is uiteindelijk dat we daar toch over na gaan denken met de plaatsing van kleine detailhandel. Dat zou kunnen zijn de Greve uit Stiphout. Dat is inmiddels algemeen bekend in Helmond dat we in Stiphout Centrum bezig zijn. Graag de Greve daar zouden verplaatsen om daar nieuwbouw plaats te laten vinden. Dus de Greve zou een optie kunnen zijn. Nou, dan is dat niet voldoende voor het hele terrein. En mijn bedoeling is om daar dan te kijken of je kleinschalig wonen en werken zou kunnen combineren. En dan moet je gewoon denken aan een woning met een kleine hal erachter, een bedrijfshalletje, waar je zeg maar als startende ondernemer je eigen bedrijf zou kunnen beginnen. Nou, dat lijkt me een mooie ontwikkeling op die plek. Dat vraagt wel een bestemmingsplanwijziging, dus daar moet de raad mee akkoord gaan. En voordat je dan met die plannen zover bent, zijn we echt wel een jaar verder voordat dat enige concrete vorm kan krijgen in procedures. Nou, de problematiek van de EHAT-hallen tot slot is een gegeven, we gaan slopen. Maar er heeft natuurlijk jarenlang een busremise gezeten. Nou, die bussen zijn daar onderhouden met smeer, met olie en dat soort zaken meer. Dus we moeten inderdaad kijken naar wat er in de bodem zit. Ik verwacht daar niet al te grote problemen, omdat het op zich ook een beperkt gebied is geweest in deze. Maar we moeten de hallen op drie momenten op dit moment even bekijken of het gesloopt kan worden. Dat is een asbest die er mogelijk in de gebouwen zou kunnen zitten. Twee is de grondvervuiling. Zit er iets in de bodem van olie of benzine? En drie, er is nog een woning tegen aangebouwd. En die woning die willen wij graag laten staan. Dus bij de sloop moet je er rekening mee houden hoe straks die buitenwand van die woning er overblijft. Nou, als die drie elementen onderzocht zijn, en ik hoop dat binnen anderhalve week te hebben, kunnen we daarna onmiddellijk gaan slopen.